eerlijk zijn. Hoe eerlijk kan je zijn eigenlijk? Ik bedoel, kijk jij eens naar Lang Leven de Liefde? Ja, nee, ja? Volg niet? Ik niet. Johan wel. Ja, nou, s'avonds, als de talkshow afgelopen is... Ja. Dan kijk ik nog even Lang Leven de Liefde... en dan denk ik iedere keer, mensen, waarom doe je mee? Want dan zie je zo'n gedrocht binnenkomen... en dan zie je die gozer al denken... daar kruip ik niet op, van mijn leven niet. Nou, deze denkt ik hoop dat over. Ze op de bank slaapt. Nou, deze niet. Die heeft al wat gezien. Wat wel goed vindt. Wat vindt hij nu al goed? Wat vind jij sexy, man? Seksbom, seksbom. Je mooie tieten. Mijn mooie tieten, dat is knabbel en babbel. Ja? Zie je, een knabbel begint niet te babbelen. Ja. Kleine, fijne, sexy, ja, mooie tieten. Oh, dat had ik al gezien. Ja. Duile, oh, snoepers. Ja, 1, 2. Hey! Nou, die heb ik gisteravond gezien. Die is echt gek. Nee. Maar ik zat te kijken. Ik denk, dan hou je het een kwartier mee uit. En dan vlucht je. Ja, maar die mensen worden... Het is hetzelfde als met dat Married at First Sight, ja. Waar jij je zo druk over maakt. Mag je mensen zo exploiteren dan? Of? Nee, dat vind ik niet. Dat vind ik onbeschaafd dat van dit soort... Kijk, de mensen zijn op een of andere manier wanhopig. Anders geef je je niet op, hè? Nee. En... dan die mensen exploiteer je als entertainment. Ja. Maar die mensen staan zo ontzettend verlul... want die mevrouw die moet morgen gewoon naar de supermarkt. Ja, met knabbel en babbel. Weet je wel, dan laatste ze even... Ja, nee, maar knabbel en babbel er naartoe. Ik snap wel wat je zegt, maar aan de andere kant... Ze zijn ook volwassen. Ja, je bent ook tegen betutteling. Dus die mensen kunnen ook zelf nadenken. Nee, dat klopt. Maar ik vind het wel slecht van tv-makers... want er zijn heel veel mensen die doen plotseling alles om op tv te komen. En dan krijg je dus dit soort taferelen... want ze realiseren zich niet hoe ze overkomen bij het volk. Nee. Kijk, voor de duidelijkheid, wij weten dat we ook niet helemaal normaal zijn. Dat weten we gewoon. En wij worden ervoor betaald en wij kiezen ervoor. Nee, met ons hoeven ze zich in medelijden te nemen. Nee, dat zou ik net zeggen. Nee. Wij zijn karikatuur van onszelf. Wij kiezen ervoor. Ze houden in alle inrichtingen altijd 3 kamertjes vrij... Het is wel waar, ja.